Een heel ander ding waar ik nu mee bezig ben de laatste tijd, dat is de toekomst van ons vak. Daar ben ik over aan het nadenken. Oh. Doe ik dan twee redenen. De ene is dat ik met bestuurslid ben van Frontiers. En een van de dingen waar ik me mee bezig wil houden is de toekomst van Frontiers. Uh-huh. Vijf jaar geleden werd deze vereniging opgericht met als doel professionalisering van ons vakgebied. Ja. En dat is gelukt. Ja, dat is een het vinkje is afgecheckt. Ja, ja, ja. Dus de iedereen eerste is fase, laten we zeggen, dat is gewoon goed geworden. Het is, ligt niet alleen maar natuurlijk aan Frontiers. Nee. Ook gewoon het web is volwassener geworden. Ja, we zien in dat er heel veel op de frontend gebeurt, dus dat het belangrijker wordt. Ja. Maar die fase is voorbij en nu zit ik te denken, nou, wat gebeurt er de volgende vijf jaar? Als je het frontend vergelijkt met vijf jaar geleden, is echt extreem veranderd. Maar ook het hele web is bizar veranderd. Ja, de zeker. Hele... En de andere reden waarom ik hierover aan het denken ben, is vanwege de Hogeschool van Amsterdam. Die heeft me gevraagd om hierover na te denken. Ja. Voor de CMD-opleidingen. En toen zat ik te bedenken, ja, nou wat... Er komt nu een... iemand die gaat naar die opleiding en die wil dan weten, wat kan ik dan over vier jaar? Ja. Of over vijf jaar? En het antwoord daarop is eigenlijk, weten geen we idee, niet. Want nee. Ik weet niet hoe het web eruit ziet, of het digitale landschap eruit ziet over vijf jaar. Nee, nog niet. Dat moeten zij eigenlijk naar, bepalen. Oh. Maar moet je kijken naar vijf jaar geleden. Hadden we toen kunnen voorspellen hoe het er allemaal nu uitziet? Vijf jaar geleden was IE7 was de nieuwste Internet Explorer browser. Ja. Firefox, dat op Firefox 2 of zo, of nog niet eens, 1.5 of zoiets. Dat was echt bizar. Chrome bestond nog niet. Bestond niet. Nee, Safari. Safari bestond wel. Jawel, ja. Maar de iPhone was nog niet te koop in Nederland. Nee, precies, ja. Dat is, dat is onherkenbaar. Ja, want nu zitten we allemaal op ons iPhone. Dat is bijna de primaire browser. Androids en... Ja. Windows Phone Windows, tegenwoordig. Maar tablets. Tablets had niemand kunnen voorspellen dat het zo groot zou worden. Nee, absoluut. Het bestond er niet. Ook iPhone werd heel sceptisch ontvangen. Van, ik zei zelf erover dat het een vrouwentelefoon was, want ik vond hem te groot. tot plezier van je vrouw. Ja, die kreeg mijn iPhone inderdaad. Ja. Hey, maar dat is heel erg goed. Toevallig, ik ben ook gevraagd. Oké. Okay. Dus ik zie je dan. Oh, volgende week is dat. Ja. Op de hogeschool. Ja. Oh, wat leuk. Ja, zeker. Dus, maar dat triggert me inderdaad wel van, ja, hoe ga je daarmee om? Dus hoe ga je om met de onzekerheid van de toekomst eigenlijk? Kijk, dus die onzekerheid, dat is een gegeven. Ja. Dus ik kan, weet je, niet tegen iemand daar gaan zeggen van over vier jaar. Of over vier jaar ben je een goede CSS-schrijver. Want misschien is CSS veel minder noodzakelijk tegen die tijd. Ja. Maar wat je wel kan zeggen is, we hebben over vijf jaar goede programmeurs nodig bijvoorbeeld. Ja, precies, dus je moet mensen leren programmeren. Ja. Welke taal, dat maakt niet uit. Als we maar goed kunnen programmeren. Maak die aantekening, jongens. En moet vaardig programmeurs hebben. Een ander ding is bijvoorbeeld vormgevers. Die moeten... Dit is gewoon klassieke vormgeving bestaat. Er bestaan dingen als typografie, layout, grid systemen. Dat zijn gewoon allemaal dingen die kan je leren. Ja, het zijn standaard vinkjes die op je lijst moeten staan. Als je dat weet, dan ben je altijd wel safe. En dat zijn dingen die een school je kan bijbrengen, denk ik. Ja. Of moet bijbrengen. Dus, want die ga je niet meer leren later. Maar ook bijvoorbeeld nutteloze dingen zoals kunstgeschiedenis. Dat wat? Je stromingen begrijpt van hoe reageren dingen op andere dingen. Dat is super interessant. Dat ga je nooit meer doen als jij maar werkt. Dus er moet een kanon komen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Een kanon van basiskennis en vaardigheden. Ja. Die je moet hebben als je op het web bezig is. Ben. Ja. Ja, ik denk dat er een aantal basisdingen zijn die weinig zullen veranderen. Die een beetje veranderen. Weet je wel, zoals klassieke typografie is heel erg op boeken gebaseerd. Dat moet vertaald worden naar het web. Dat is echt iets waar onderwijsinstellingen aan mee kunnen bijdragen. Ja. Die kunnen er onderzoek naar doen.
Maar de grondwaarden die blijven, die zijn hetzelfde of die zijn waardevol. En natuurlijk zijn en je hebt, dat is de grondlaag van de basiskennis, die waarschijnlijk de komende 20 jaar onveranderd blijft, of misschien wel langer zelfs. Ja. En ik denk dat je dan nog een laag hebt natuurlijk van datgene dat juist wel verandert. Daar moet je ook mee omgaan. Ja, precies. Ja. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, bijvoorbeeld een voorbeeld wat vorig jaar echt heel erg speelde in ieder geval in de front-end wereld was hoe je om moet gaan met plaatjes op een responsive website. Dus een groot plaatje op een desktop site. Dat wil je natuurlijk niet naar een klein schermpje sturen, want dat is zonde van de bandbreedte. Ja. Nou, dat speelde heel erg vorig jaar. En dat zijn dingen waar je natuurlijk aan kunt aanhaken als onderwijsinstelling. En dan zit je dus bovenop de actualiteit. Ja. Dan kan je dus ook, die kinderen kan je kennis laten maken bijvoorbeeld met de mensen op wereldtopniveau die daarmee bezig zijn. Ja. Dat soort contacten kan je leggen van, zeggen van kunnen we helpen, misschien kunnen we ondersteunen. En daar zitten die mensen natuurlijk echt wel op te wachten. Dat is alleen maar leuk. Ja, precies, ja. Die hebben ook gewoon het programma van dingen moeten beter worden. Ja. Wat dat dan ook is. Of het een vakgebied is of juist... Dus ik denk dat dat een... Dat is een heel goed idee, Fossilis. Ja.